Het thema Smart City is eigenlijk geboren uit het feit dat wij wereldwijd zien dat er steeds meer mensen in steden gaan wonen. En die steden worden steeds groter. Dat zet natuurlijk een additionele druk op het beleid. Het beleid zoekt oplossingen om in zo'n grote verstedelijking om te gaan met mobiliteit, met veiligheid, met milieutechnische problemen. En dat is gecombineerd met het feit dat er in de internetwereld nieuwe technieken zijn ontstaan. Denk aan de Internet of Things, de IoT, dus het gebruik maken van sensoren en andere toepassingen om data te gaan capteren. En die uitkomst daarvan gaat het beleid helpen om dat beleid bij te sturen in die verschillende domeinen. En dat beleid dat vind je terug in wat we noemen de beleids- en de beheerscyclussen. Die telkens als er een gemeenteraadsverkiezing is geweest, dan moet de coalitie een plan maken en voorleggen aan de Vlaamse overheid. En we zien ook voor de eerste keer dat in de laatste gemeenteraadsverkiezingen die steeds meer elementen die met Smart City te maken hebben, opduiken in die BBC's. En dus daar wordt strategisch over nagedacht en dan wordt er bekeken van hoe kunnen we dat nu in die strategie, hoe gaan we die uitrollen en waar gaan we in investeren? En dus er is een groot bewustwordingsproces bezig. Niet alleen dat, er wordt ook echt wel een berekend wat de maatschappelijke meerwaarde is van een smart city toepassing. Dus er wordt echt wel strategisch vanuit de lokale overheid gekeken van waar gaan we op inzetten en waar niet. Mobiliteit, klimaatdoelstellingen, duurzame ontwikkeling en een vergrijzende bevolking. De uitdagingen waar steden en gemeenten vandaag voor staan, zijn groot. Steeds meer lokale besturen kiezen dan ook voor een smart city concept, waarbij ze gebruik maken van nieuwe technologieën om een beter beleid te kunnen voeren. De echte steden van de toekomst die zijn bezig met het comfort van de burgers te verbeteren door slimme combinaties van technologie en data. Op die manier zijn ze een hefboom. Die informatie, bijvoorbeeld van wat er gebeurt in het verkeer, de droogte en de waterstand, het meten van healthcare, zeker in tijden waar gezondheid belangrijk geworden is, die informatie aan elkaar koppelen, maakt het mogelijk dat je oplossingen voor de hand liggen hebt die je misschien vroeger nog niet ingeschat had. Een van die projecten uit het beleidsplan van de stad Roeselaren is het uitwerken van een slim verkeersgeleidingssysteem door middel van fietsstellingen. Verkeersveiligheid en mobiliteit zijn wellicht de grootste zorgen van de burgers, niet alleen in Roeselaren. We zijn blij dat we met Real Domen al een tijd geleden fietsstellingen op een slimme manier zijn kunnen gaan realiseren, omdat die gegevens ons in staat stellen een beleid op maat te maken dat zowel verkeersveiligheid voor de fietser als ook letterlijk nieuwe sturingen in het verkeersbegeleidingsplan mogelijk maakt. En we willen dat ook verder doen in de toekomst, omdat je door die gegevens slim te gaan gebruiken de straten flexibel van richting gaan veranderen, 's morgens en 's avonds. Om zulke smart city projecten te laten slagen is een doordachte aanpak nodig. Net als bedrijven moeten ook publieke instellingen in een digitale flow raken, waardoor digitalisering een oneindig proces wordt dat voor de burger toegevoegde waarde oplevert. Organisaties krijgen vaak een tsunami van hypes en trends over zich heen. Denk maar aan IoT, blockchain, artificial intelligence, noem maar op. Alles verandert zeer snel en het is vaak moeilijk om de juiste keuzes te maken. Dit leidt vaak ook tot een paradox waar bedrijven bang zijn om te investeren, enerzijds, versus bedrijven die eigenlijk over-experimenteren en die moeilijkheden hebben om met hun ideeën te landen. Daarvoor is het belangrijk om een strategie uit te werken, om stapsgewijs te evolueren van een prototype naar een fundamentele innovatie die het verschil kan maken. Bedrijven en overheden doen geregeld een beroep op de experts van Real Domen om hun digitaliseringsstrategie en projecten vorm te geven. Vanuit hun brede ervaring over sectoren heen reiken de experts ook inspiratie voor innovaties aan. Bij Real Domen werken we met onze 4x4 Accelerate-methodiek, waarbij we uitgaan van vier cruciale activiteiten. Inspireren, technologie integreren, technologie operationeel houden, om dan te evolueren en opnieuw te optimaliseren. In de Inspire-fase gaan we met klanten op zoek naar de use case die het verschil kan maken in hun dagdagelijkse activiteiten. Die doen we aan de hand van onze Innovation Workshop op individuele basis of in groepsverband tijdens onze maandelijkse Innovation Thursday. Van hieruit nemen we verder stappen om te evolueren naar reële prototypes, MVP's, tot de uitwerking van een volledige roadmap.